Ga je dat eten? Nee, dat is wel heel We hebben geen idee hoe het gaat lopen, want mijn nagels, ik vind ze gewoon zo mooi. Het is vandaag woensdag en ik moet vandaag werken van 10 tot 6. En ik had dus mijn laptop meegenomen, mijn harde schijf, om mijn weekvlog te uploaden. Alleen voor mijn laptop heb ik zo'n tussenstukje nodig. En die ben ik dus vergeten. Echt super stom. Dus nu kan ik mijn video vanavond pas uploaden als ik thuis ben. Dus dan zet er echt pas best laat op. En daar bouw ik echt van, want hij was gewoon helemaal klaar om zo meteen online te kunnen. Maar goed. Ik heb ook geen tijd om nu nog naar huis te gaan, maar we gaan over een kwartier open. Gisteren heb ik volgens mij alleen een beetje gefilmd in de winkel. Gisteravond was ik gaan bowlen en mini glow midget golven. Dat was echt best wel leuk. Het beeld lijkt echt heel rood. Ik heb geen idee hoe het kan, maar ik heb in ieder geval deze blazer aan van Alex. Die heb ik uitgezocht bij Amoda. Shirtje van Alex, maar wel van de oude collectie en gewoon een spijkerbroek. Ik wil eigenlijk vanmiddag eventjes naar de zonnebank. Afgelopen zondag was ik bij mijn moeder en mijn opa en oma waren er ook. Ze zei mijn opa, wat zie jij bleek? Dat is geen goed teken, dus daar moet je wat aan doen. Dus ik denk dat ik uit werk even naar de zonnebank ga. Verder heb ik niet zoveel boeiends te vertellen eigenlijk. Oh, dit licht in deze winkel is echt vreselijk. Maar goed, ik ga even lekker de kassa opstarten en lekker een dagje werken. Ik ben thuis uit werk en ik weet echt niet hoe, maar ik heb echt sinds vanmiddag zulke koppijn. Ik heb denk ik echt oprecht nog met zoveel hoofdpijn gehad. Ik heb ook nog een rondje gelopen tijdens werk buiten. Ik heb misschien even frisse lucht. Paracetamol genomen. Allebei niet geholpen. Dus ik ga nu gewoon even lekker op de bank liggen. Mijn hoofd voelt ook echt warm aan. Maar misschien komt het gewoon omdat mijn handen koud zijn van de scooter. Ik heb geen idee. Maar goed, ik ga even lekker gewoon op de bank liggen en chillen. En hoop dat het een beetje overgaat. Het is vandaag donderdag, hemelvaartsdag. En ik ben lekker vrij vandaag, altijd op donderdag. En ik ga even snel naar de stad toe met Zoe om even twee foto's te maken. Want we moesten allebei een foto hebben voor Most Wanted. En zij nog eentje voor een sieradenmerk en ik nog voor Amoda. We gaan eventjes twee fotootjes maken. We hebben om 11 uur afgesproken. Dus ik moet eigenlijk nu gaan rijden. Ik heb dit pak aan dus van Most Wanted met gewoon een wit shirtje eronder van de Zara. En een New Balance. En dan heb ik hier nog een outfitje mee voor Amoda om aan te trekken. Dus ik ga mijn statief ook even pakken voor mijn camera. Als ik die kan vinden. Ja, hier. Dan kan ik jullie meenemen met het foto's maken. We zitten heerlijk bij de Gerisklok met de meid. Ik heb dit dus laatst voor het eerst gedronken. Moskou nu. Het ziet er wel lekker uit. Ik vind het ook heel lekker. Zoals een kopinootje. We hebben eten gekregen. Ik weet niet of jullie dit op camera zien. Maar het beweegt. Maar het komt dus door de warmte, zei ze. Het is niet levend. Ja. En we hebben lekker nog een drankje. Nou ja, lekker. We hebben nog een drankje. Wijn is lekker. En we gaan zo eventjes lekker de Primark in en de Bijenkorf. Een jaartje. En de zagen. Ja, lekker. Ga je niet met je stokje eten? Nou, dat doe ik maar niet met een stokje. Ik vind het een beetje gek dat dit beweegt hoor. Wel lekker. Ik geef het 7. Ja, want dit is wel een erge vissmaak. Normaal heb je dat toch niet met zo hiermee? Nee. Dat is helemaal in de frituur geweest. Maar het is ook wel veel in de frituur geweest, maar... Ga je het eten? Nee, dat is wel heel leuk. Ik durf het ook niet te eten, dat beweegt. Het stopt ook maar niet met bewegen. Grote maas. Wij zijn weer thuis. We hebben eerst cocktails gedronken. 12. En een beetje wat gegeten. Bij de Giros Club in de stad. Zo, dat is wel heel veel. Daarna zijn we eventjes de stad in geweest.
En wat dimmer. Prima. Als eerst. Dit is zo'n onzin. Er zijn van die stokjes met water erin. Dat kun je dan in de vriezer leggen. En dan heb je gewoon ijskontjes die je nog steeds opnieuw kan hergebruiken. Ik vond dit heel handig. Ziet er wel leuk uit ook. Ja, daarom heb ik het eigenlijk ook gekocht. Nee, ik bedoelde dit. Oh. Het is echt leuk om te zitten. Nee, het is heel stom een keer. Maakt niet uit. Dan even wat stringetjes. Die kosten daar geen drol. 3 voor 5 euro. Kijk nou ook leuk. Blauw, koraal, oranje. Felgroen, lichtgroen, roze. Oh, je hebt alle twee. Ja. En nog 2 pyjama's. Ik heb al, denk ik, een stuk of 4 van deze pyjama's. Maar voor de vakantie. Dit topje in het oranje. Ik zou wel altijd een maatje kleiner van dit nemen, want het valt groot. Ja, ik ga het zo even eentje passen. Ja, het zit in je scooter. Oh ja. En een broekje erbij. Allebei 4 euro. En dan nog een roze. Echt een ander broekje. Ik zie het al hier. Het is ook dat stofje is anders. Ja. Maar ook die kleur een beetje. Maar het maakt niet uit. Want dit broekje was ook 5 euro. Ja, dat is toch voor de pyjama. Ja, daarom. Niemand iets ziet. Bijna niemand. En daarna hebben we lekker bij Stella Marina gegeten. Zit wel heel erg vol. Ja, ik zit echt bommetjes. Ik zit ook heel vol. En we gaan nu... Zo, denk je, we gaan met bruine benen. Ja? Zonnebank geweest. Nou, al een weekje geleden. Oh, dat is echt zo'n zweetstofje. Batterij leeg. Zo, nou, ik ben echt een diva. Ja, met die krullen. Het is zaterdag vandaag. En wij gaan naar een toneelstuk. Van Nigel. Op onze zaterdag. We hebben echt geen idee hoe het gaat lopen, want of we zitten in aparte kamers, of we hebben koptelefoons op, of we moeten lopen, of we moeten zitten. We weten het niet. Geen idee, maar we zijn nu eerst even bij de McDonald's. Maag moet toch gevuld worden. Hi. Oh, hi. Dankjewel. Lekker. Eerst even kijken wat erin zit, hoor. Ze voelt het niet, voelt heel licht. Nee, het voelt heel licht aan. 6 nuggets, 9 nuggets, een cheeseburger, friet. Deze cheeseburger? Ja, oké, top. Ja, het is een diepe zak. Dat is een diepe zak. Ik heb vandaag zo'n heerlijk beautydagje met mezelf. En alle afspraken die ik gepland had staan. Ik ben vanmorgen met mijn nagels wezen doen. Hoe leuk is dit? Ik ga dus altijd bij Shen, maar ze heeft dus een klant stop. Dus ze neemt geen nieuwe klanten aan, maar ik ben hier zo blij mee. Echt heel erg leuk, helemaal voor vakantie. Ik ben net mijn wenkbrauw wezen doen bij Tamara, bij Oh My Brow. Ook in Wateringen. En om 4 uur heb ik een afspraak voor mijn voeten. En als ik thuis kom van mijn voeten, ga ik een beetje een beginnetje maken aan mijn koffer inpakken. Ik wil het eigenlijk echt heel erg graag filmen voor een video. Maar ik twijfel of ik dit allemaal qua tijd ga redden. Want ik moet morgen gewoon de hele dag werken. Woensdag moet de hele dag werken. En woensdag op donderdag nacht vliegen we al naar Ibiza. Dus misschien dat ik het een beetje gewoon in de vlog laat zien. Vind ik wel minder leuk, maar ja, even kijken. Ik heb dus een pakketje van Loek Fantastic gekregen. En die wilde ik heel graag eventjes aan je laten zien. Omdat er ook heel veel mee van gaat op vakantie. Waaronder dus deze toilettas. Maar die zou ik wel eens laten zien. Want alles wat ik heb uitgekozen zit er al in. Ik heb heel veel zonnebrand uitgekozen. Allereerst een zonnebrand voor je lichaam. Ik heb deze ook al van Lancaster voor mijn gezicht in de factor 30. Die had ik vorige keer bij Loek Fantastic uitgekozen. En nu heb ik hem dus ook voor het lichaam. Ik vind het gewoon een heel erg chill merk. Dus vandaar lekker een goed fles. En dan kan natuurlijk een olietje niet ontbreken. Dus ik heb van Garnier heb ik een factor 20 en een factor 30. Ja, waarom? Omdat de eerste dag is factor 20 misschien nog een beetje te heftig. Dus dan doe ik lekker factor 30. En dan als ik iets bruiner word, kan ik factor 20 opdoen. Dus die allebei. Deze had ik vorig jaar ook op vakantie. Zoe heeft deze ook best wel vaak. Bibi heeft deze ook volgens mij best wel vaak. Het zijn gewoon hele chille olietjes waar ook een factortje in zit. En verder heb ik eigenlijk alleen nog maar dingen voor mijn hart. Echt heel erg. Maar ik ben weer een beetje haar-obsessed. Maar ik heb deze shampoo. Of nou, ik heb dus een heel pakket uitgekozen van Redken. Maar ik begin wel eventjes met de shampoo en conditioner. Want deze gebruik ik nu dus al onder de douche. En dit ruikt zo lekker. Dit ruikt echt niet normaal. Maar ik heb dus een shampoo. En een conditioner. Ik vind het merk sowieso echt heel erg fijn. Ik had hier ook voor de Extreme Length. De blauwe flessen. Maar die is op. Dus toen dacht ik, weet je, ik ga weer een keertje een andere proberen. En dit is dus voor
zwaar beschadigd haar. Nou, mijn haar is dus zwaar beschadigd. Hieronder zijn natuurlijk extensions, maar hierboven is het wel mijn eigen haar. Dus dat kon ik wel gebruiken. En dit was een pakketje, dus een shampoo en een conditioner. Dan heb je een crème voor in je haar voor na het douchen. En dan heb je ook nog een pre-wash. Althans, dit doe je dus in je... Je maakt je haar dus een beetje nat. Dan doe je dit dus erin. Laat je het eventjes intrekken. 5 tot 10 minuutjes. En dan spoel je het daarna uit onder de douche. En ga je daarna je haar wassen. En dit is gewoon om je haar extra verzorging te geven. Als het dus zo beschadigd is. Deze nu 1 keertje gebruikt. Deze eigenlijk elke keer als ik mijn haar was. En deze heb ik nu ook al elke keer gebruikt. Ik denk dat ik hem nu 3 keer gebruikt heb. En ik vind hem tot nu echt heel erg fijn. En hij ruikt gewoon echt heel erg lekker. Dus dat is ook een pluspunt. Dan heb ik van OIY. Geen idee hoe je het uitspreekt. Dan heb ik de detox shampoo. Ik heb deze dus al. En ik gebruik dus ongeveer 1 keer in de 2 weken. 1 keer in de 1,5 week. Als mijn haar gewoon heel erg vettig is van al die olies en zo. Om eventjes mijn hoofdhuid te reinigen en te wassen. En deze vind ik heel erg fijn. Dus vandaar dat ik die weer opnieuw heb uitgekozen. En een minietje. Want ik dacht, dan kan die ook mee op vakantie eventueel. Dan heb ik niet 3 van die grote flessen. En dan ook voor op vakantie heb ik mijn Kerastase olie weer opnieuw. Ik heb deze olie dus al in het groot. En die vind ik heel erg fijn. Alleen dat is echt best wel een grote fles. Dus ik dacht, ik doe de kleine. Die kan ik dan meenemen op vakantie. Aangezien ik aankomende donderdag op vakantie ga. En eind juni ga ik ook nog op vakantie. Dus ik dacht, dat is wel handig. Dan kan ik dit minietje gewoon voor beide vakanties gebruiken. En hoef ik niet die hele grote fles mee te nemen. En dan dus als laatst van de Flat Lay Co. Ik heb hier dus ook al andere toilettes van. En toen zag ik dus ook deze bij hun. En dit is dus een, ja, eigenlijk een zak. Die gewoon zo, dit koordje kan je er weer in stoppen bijvoorbeeld. Maar het is gewoon een toiletzak. En als je hem dus openmaakt aan het touwtje, kan je hem dus helemaal lang uitmaken. Dus je kan er beautyproducten in doen, maar je kan er bijvoorbeeld ook make-up kwasten in doen. Daar heb je van die speciale gaatjes voor. Ik vond dit wel echt heel erg handig. En je hebt aan de buitenkant heb je ook nog wat vakjes. 2 hier zitten. En ik heb dus ook al de normale vierkanten van deze in het roze, in dezelfde kleur. Heb je ook in een andere Look Fantastic unboxing kunnen zien. Dus ik vond het wel heel erg leuk en handig. En ook gewoon leuk dat het dezelfde kleur was. Dus ik dacht, dan kan ik in die ander al mijn make-up dingen doen en zo. En dan kan ik in deze al mijn haarproducten, dingen onder de douche doen. En dat soort dingen om mee te nemen op vakantie. Dat zijn deze dingetjes. En ik heb voor jullie ook weer een kortingscode. En die code staat weer in beeld. Ik zal eventjes een linkje van Look Fantastic en de kortingscode ook nog in de beschrijving zetten. Is misschien wel handig. Ik ga over een uurtje ongeveer mijn voeten doen. Mijn wenkbrauwen zijn nu nog best wel heftig. Maar ik heb nu natuurlijk verder ook helemaal geen make-up op. Alleen mijn wenkbrauwen gedaan. Ik ben ook echt zo blij met mijn nagels. Ik vind ze gewoon zo mooi. Echt heel erg blij mee. Verder planning. Ik denk dat ik morgen ook nog eventjes meeneem in deze weekvlog. Want woensdag komt deze online. En vanaf donderdag ga ik natuurlijk dagvlog op Ibiza. Dus dan komt daarna, als je er straks maar een weekvlog van 2 dagen. Dat is niet echt een weekvlog. Dus ik denk dat ik morgen dan nog eventjes bij deze weekvlog erbij doe. Als het goed is komt er ook nog een nieuwe zonnebril binnen. Van zonnebrillen.com. Ik hoop dat die op tijd komt voor mijn vakantie. Want die wil ik echt heel erg graag mee. Ik ben zoals jullie misschien kunnen zien op werk. En ik ga bij deze weekvlog afsluiten. Ik hoop dat jullie een beetje leuk vonden vanaf volgende week. Oh, mijn haar ziet er echt niet uit. Vanaf volgende week komen er 5 Ibiza vlogs online. Ik heb er echt super veel zin in. Dus dat eigenlijk. Ik heb lekker een nieuw truitje en mijn worst behavior. Maar die zou ik ook van de week wel eventjes een shopvlog van doen. In een nieuwe weekvlog of in een aparte video. Even kijken. Maar in ieder geval wil ik jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze weekvlog. En dan zie ik jullie in de Ibiza vlogs. Doei!